Een erg handige functie in Skype is het delen van je scherm. Hiermee kun je iemand mee laten kijken bij wat jij op jouw computer aan het doen bent. Zo kun je snel iemand zijn werk nakijken, samen brainstormen of elkaar bijvoorbeeld ideeën voorleggen. Je kunt je scherm delen door op een contactpersoon met je rechtermuisknop te klikken en voor deel uw beeldscherm en dan deel volledig scherm te kiezen of door op het plussymbool in het hoofdscherm te klikken. Je ziet daar de optie Mijn bureaublad delen staan. Als je op een van beide opties klikt, geeft Skype aan dat je eerst diegene moet bellen. Klik op bellen en je bureaublad wordt direct getoond aan jouw contactpersoon. In dit voorbeeld deelt mijn contactpersoon zijn bureaublad met mij. Ik accepteer het gesprek en krijg direct zijn bureaublad te zien. Iedere beweging met de muis die hij maakt kan ik nu zien. Je kunt met de schuif tussen de schermen bepalen hoe groot het beeld van het bureau is.